Welkom bij de eerste aflevering van Solo Tackle Winter Series. Ik ga jullie meenemen naar een echt heel tof avontuur. Dus ga er lekker voor zitten en geniet ervan. De eerste trip van 2022 is gepland op 5 januari. Dus laat in de middag zijn we vertrokken naar Frankrijk. 4-5 uurtjes rijden. Lekker wat gegeten onderweg. En eigenlijk rond middernacht zijn we aangekomen op de stek. Redelijk drassig was het. Die stek was al voor ons was die al bevist. Voorhand wisten we niet wat we gingen aantreffen. Dus ja, op goed geluk zijn we naar de stek gereden. Drassig, warm, koel daar. De hengels uitgepakt, snel uitgevaren. Tent opgezet. Dus nadat we de spullen hebben opgezet, zijn we lekker geslapen. Nog heel even gechilled. Als we morgens wakker geworden hebben, wat later dan gehoopt eigenlijk. Maar goed, ik was ook wel redelijk kapot. Twijfelde om de hengels opnieuw uit te varen. Omdat we er toch, naar mijn idee had ik ze toch een beetje te vluchtig uitgevaren. Maar ik wist wel zeker dat ze goed lagen. Dus ik twijfelde heel erg om ze opnieuw te gaan uitvaren. Maar ik wou ook toch wel weer de stekker wat rust geven. Bas, die zat een paar dagen voor ons op het water en die ving dus een vis rond een uur of 11 s'morgens. Dus ik heb mijn hengels laten liggen. Ik zei dat ook tegen Henk, van joh, ik laat mijn hengels gewoon liggen tot een uur of 12. Dan kan ik in ieder geval de ochtend uitvissen. En 11 uur liep er toch echt een hengel af. Ja, echt een prachtige spiegel. Om zo je sessie te beginnen en je jaar te beginnen met zo'n vis, bizar. Dus mijn sessie was sowieso al geslaagd en we hadden nog 3 nachten voor de proef. Dus dat beloofde best wel veel goeds. Waar ik wil hebben ook, hè? Zo, dit is de eerste van 2022. Echt super blij mee, niet normaal. Mooie 30er die ik bij kan schrijven. Het lijstje van de vissen die hier zwemmen. Ah, het is echt niet normaal, wat een vissen dat hier zwemmen, zeg. Zo. Niet heel veel bijgevoerd elke keer, gewoon puur omdat ik voor één aanbeet vis. Daarvoor wil ik het niet een overkill geven aan voer, weet je, dat is heel cliché, maar wat iedereen zegt, het is wel waar natuurlijk, weet je, wat je erin gooit kan je er niet meer uithalen. Dus je moet het een beetje op gevoel gaan doen. Naar mijn idee heb ik dat goed gedaan. Die spiegel die ik ving, tijdens die drill zwom die vis van helemaal van links. Over al mijn lijnen naar rechts toe. Helaas pakte die vis dus ook mijn rechtse lijn helemaal op. Dus die moest ik wel gaan binnendraaien daarna. Dat was wel jammer, want ik had ook wel een heel goed gevoel erbij. Ik had in het verleden wel eerder op die vis of op die plek vissen gevangen. Dus ja, dat vond ik op zich wel jammer, maar goed, dat is niet anders. In de winterperiode, in mijn ervaring, zijn die aasperiodes gewoon heel kort. Dus dan moet je alles uit alles halen om zoveel mogelijk de hengels erin te hebben. Dus ik heb de hengel waar ik de vis op ving helemaal links opnieuw uitgevaren. Mijn rechts hengel binnengedraaid. Die zijn we met de drone gaan uitvaren. Wat we toen zagen, echt niet normaal. Ik denk zomaar dat het 2/3 van het bestand was. Wat we daar zagen liggen. Vlak bij de spot waar ik lig te vissen. Dus uiteindelijk uiteraard die hengel daar gedropt. De vissen die schrokken daar in eerste instantie een klein beetje van. De drone hadden we laten hangen, zodat we konden zien, oké, wat gaan die vissen doen? De vissen die zwommen eigenlijk een klein beetje weg. Toen kwam onze grote witte vriend tevoorschijn.
ja, zeg maar een hele grote zwaan. Die houdt niet zo van voerboten. Die valt ze altijd aan daar. Dus die kwam op mijn voerboot afgestormd. Ja, en daardoor schrokken die vissen dus wel enorm. Ja, heel jammer, maar goed. Uiteindelijk zijn ze wel weer teruggekomen. Helaas geen aanbeet opgeleverd, maar goed. We hebben wel hele toffe beelden, zoals jullie kunnen zien. Uiteindelijk dus die hengels allemaal opnieuw uitgevaren. Een beetje half in de middag. Kleine hoopjes voer er weer bij. Ik voer best wel redelijk subtiel in de winter. Klein aas, vaak gekrust ook. Lolies gekrust, tijgernoten gekrust, hennepoek bij. Maden vis ik er ook heel graag altijd bij. Ik vis niet per se op mijn her, maar meer voor de attractie. Wat ik ook nog vaak door wintermix doe, is kleine pellets, bloedworm pellets. Bloedworm extract vind ik ook heel fijn. Wildtermino's, feedstim. Ja, dat geeft mij gewoon heel veel vertrouwen allemaal, die combinatie. Ja, het levert me ook gewoon over het algemeen altijd wel een visje op in de winter. Dus ja, never change the winning plan, zeg ik altijd. Ja, uiteindelijk ja, kwam de avond er weer aan. Regen, koud, koude wind. Lekker warm slaapzakje in. Lekker bij de kachel nog wat gegeten samen met Henk. Vroeg een mandje ingegaan. Ja, en diep in de nacht zo, kreeg ik me een aanbeet. Nou, echt niet normaal. Echt, ik wist niet hoe ik meemaakte. Dat was echt één volle streep, wat ik ook helemaal niet ben gewend. Vooral niet in de winter. Vaak zijn het gewoon een paar piepen en de vis die zwemt wel eens weg. Maar ja, zulke fluit is echt niet normaal. Dus ja, uiteindelijk ik was die vis dus aan het drillen. Aardige fluit er ook. Zo. Nou, op zich verliep alles best wel oké. Zonder problemen, er staat nog redelijk veel bier ook onder water. Dan wel niet zo hoog als in de zomer, maar er staat wel bier waar die vissen zich wel redelijk vast kunnen zwemmen. Ja goed, uiteindelijk die vis aan het drillen en ik voelde al wel, dus ik had het idee dat het wel een redelijk leuke vis zou zijn. Dus ja, lekker aan het drillen, de vis kwam redelijk makkelijk mee ook wel, totdat hij een beetje in de kant kwam. Toen ging hij even 3D. En die vissen weten het gewoon, weet je, ze zwemmen de omgevallen bomen in de takken, nou, noem alles maar op. Ze kennen de klap van de zweep en ze weten hoe ze moeten ontkomen. Ja, het is heel rot, maar ja goed, die vis die zwemt zich vast. Dus ik had Henk mijn hengel gegeven. En toen ben ik mijn waterpak snel aan gaan trekken. Het water ingegaan, net meegenomen. Op een gegeven moment ik loop dus in het water, maar moet je nagaan, het is gewoon midden in de nacht. Het is koud, het regent, het is een harde wind. Je bent net wakker en dan moet je het water in van pak een beetje 5 graden. Daar wordt natuurlijk niemand vrolijk van, maar goed, je moet wat. Dus. Nou, het water ingegaan en op een gegeven moment, ik zie een schim van die vis dus liggen tussen de takken. En toen dacht ik nog van, ja wat ga ik doen? Ga ik er helemaal naartoe lopen of geef ik hem wat lijn mee, zodat hij zich misschien weer loszwemt? Nou, op dat moment voelde ik dus aan de zijkant van mijn waterbak allemaal water naar binnen lopen. Toen dacht ik, shit, weet je wel, oké, ik moet gewoon nu actie gaan ondernemen. Dus ik dacht, ja oké, fuck it, ik ga er gewoon in en ik zie wel waar het schip strandt. Ja, ik zet mijn hoofdlamp wat feller om goed te kunnen zien wat ik doe. En toen zag ik die vis aan de oppervlakte tussen die takken liggen. Ik dacht, oké, die moet ik echt scheppen. Ja, en toen ben ik eigenlijk als een wilde bras heen gelopen tussen de takken door en noem alles maar op. Ja, uiteindelijk me net onder die vis kunnen duwen. En toen ik in mijn net keek, toen dacht ik echt van, oké, wat is dit? Ja, het was gewoon echt een super grote vis. Dus echt bizar. Het was redelijk diep in de nacht, dus we hebben ervoor gekozen om die vis even weg te hangen tot de volgende ochtend. En wekkertje gezet, alle hengels opnieuw uitgevaren. En toen hebben we die vis op de film en de foto gezet. Nou ja,
beelden spreken voor zich. Nadat al het filmwerk en de foto's van die mooie spiegel genomen waren. De aanbeter kwamen van links en rechts, kreeg echt heel weinig actie. Weet je, we zagen de hele school vissen, zagen we dan wel aan de rechterkant van het water daar gegroepeerd liggen. Maar toch kwamen de aanbeter van links. Dus we hebben besloten om te gaan verkassen naar een ander deel van het water. Ja, gewoon zodat we de stekker wat tactischer kunnen bevissen. Nu vist ik redelijk ver naar links toe in een redelijke hoek. Ja, de kans dat dan die vissen zich weer vast gaan zwemmen in de takken, ja, is gewoon niet handig. Dus we zijn verkast. Ja, nadat ik de nieuwe onderlijn allemaal had geknoopt, de ene hengel heb ik uiteraard geplaatst op de vis, of de plek waar ik die vissen ving. En één hengel heb ik daar, ik denk 20 meter links daarvan nog gepositioneerd in een wat dieper, wat dieper deel van het water. En die andere twee ook op twee vertrouwde plekken waar ik het verleden dan wel meerdere vissen heb gevangen. Maar goed, of die vissen dan nu ook daar komen, dat weet ik niet. Maar goed, het is een gok die je neemt. Je mag met 4 hengels vissen in Frankrijk, dus dat maakt het wel wat leuker dat je wat meerdere plekken op het water kan vissen. Ja, en dan kan je daarop kijken van oké, waar komen die vissen vandaan, en dan kan je een besluit gaan nemen van wat gaan we doen, gaan we verkassen of ga ik wat meer hengels aan de rechterkant plaatsen of niet. Dus daar hebben we dus naar gekeken, naar de verkast, en dus die hengels gewoon op goede plekken neergelegd van het water. Best wel best weer, als ik het even zo mag zeggen. Dus we hebben veel in de tent gezeten, weinig gefilmd. Uiteindelijk kwam de avond en de nacht eraan en lag ik lekker in mijn slaapzakje warm. Tot om een uur of 12:30 die hengel weer echt keihard vandoor ging. Ja, echt ongelooflijke fluitjes voor in de winter. Dus ik sta er nog steeds van te kijken, echt heel bijzonder. Ja, die vis die gaf een aardige sport. Die zwom zich ook een paar keer vast in het wier. Die vissen soms ook een paar keer vast in het wier. Nou, gelukkig is het wier nu niet heel erg sterk, dus ik kon hem er redelijk makkelijk uitkrijgen. Nou, uiteindelijk toen ik die vis schepte, ik dacht echt, wat is dit? Misschien echt een meter lang of zo die vis. En heel dun, een hele oude vis heb ik het idee. Een prachtig beschubt. De vis in de nacht op de foto en op de video gezet. Ik ben er super blij mee, man. Echt waar. Het is natuurlijk echt een gedrocht om te zien waarschijnlijk, maar goed. Ik ben er echt heel blij mee. Ja, mag weer lekker zwemmen, boys. Dus nou, de hengel opnieuw uitgevaren en weer lekker een slaapzakje ingegaan. Want het was goed koud, kan ik jullie melden. Ja, rond een uur of 8:30 krijg ik weer echt een keiharde aanbeet. Ik was al een beetje wakker, niet helemaal, maar ik was best wel snel bij de hengel. En de trail die verliep redelijk soepel, dus dat was ook wel fijn. Dus, doordat het water zo kraakhelder is daar, vooral in de winter is het nog helderder, zag ik die vis redelijk snel al aankomen. En ik zag wel gelijk dat het wel een redelijk mooie vis ook was. Dus ik heb gewoon kunnen scheppen, echt een prachtige schub, echt bizar.
Zo. Echt een bizarre schub dit. Echt een hele mooie vis. Zo is de andere kant van de krachtpatsen. Ja, zulke schubs word je toch vangen, man. En vooral in de winter. Dus eerste week januari. Dus echt niks te klagen gewoon. Echt niks. Die sessie, dat is gewoon, ja, wat ik tot nu toe heb gevangen, dat is echt niet normaal. Weet je, dan praten we over een goede 40er, 230er en dan een mooie 20er. De onderlijnen waar ik mee vis, die zijn niet per se heel kort, wat heel veel mensen wel in de winter doen, omdat de vissen redelijk passief zijn. Ik vis, eigenlijk altijd wel een beetje dezelfde lengte, zo rond 17, 18 centimeter of zo. Het hangt ook wel een klein beetje af van de bodem met wat voor onderlijn ik vis. Maar goed, deze vis die had ik gewoon op een combi liggen. En dat werkt prima daar. Met twee halve tijgennoten met een stukje nepmeister op. Zodat het een beetje drijft. Het werkt super goed. In combinatie met het voer wat ik voer voor die vissen, zeg maar de maden en die soort mix wat ik dan maak. Later op die avond hebben we wel besloten om een beetje met tijd naar bed te gaan. Ook al hebben we veel in de tent gezeten en chilled en alles. Op de een of andere manier word je toch een soort van moe of zo. Lekker vroeg naar bed gegaan. Regen nam me gelukkig wel ietsje af. Dus een paar keer droge periodes tussen regenbouwen door kan je wel eens een aanbeet verwachten. Zo ook dus nu. Ik was echt denk, net in slaap aan het vallen, net na middernacht. Ja, en die hengel die loopt gewoon af. In een droge periode gelukkig die vis gedrild. Zonder problemen ook eigenlijk. Het was een wat kleinere vis. Ik had het eerste idee dat het een wat grotere vis was, maar hij was door het wier heen gezwommen. Dat hing een aardig klomp wier ook aan. Dus ja, dan voelt het al gelijk heel anders aan. Ik dacht eerst dat het een wat grotere vis was, maar goed, uiteindelijk bleek het dus een schub te zijn van een kilo of 10, 11. Die hebben we op de film gezet en die mocht gelijk weer terug naar zijn maten. We zijn lekker naar bedje gegaan. Toen begon het te stormen. Het was echt niet normaal. Het is niet dat ik bang was, maar ik had nog wel even foto's terug zitten kijken van overdag hoe dat de bomen precies staan. Zodat ik nog wel een soort van veilig zit. Nou, gelukkig zag de foto's zag alles er goed uit. En we hebben het sowieso overleefd. Anders zitten we hier ook hier niet. Maar echt diepe nacht, tot een uur of 4, 4:30 of zo, daar krijgen we weer een aanbeet. Ja, wederom weer echt een snoeiharde aanbeet. Die heeft me mijn telefoon nog heel even gefilmd. Dus het beeld kunnen jullie ook zien. Echt een hele best wel lange drill gehad aan de vis. Veel logge klappen erop gekregen. Echt van wat je wil, zeg maar. Ik zag op een andere plek af. Dat is waar die andere vissen vandaan kwamen. Daar heb ik goed doorgestormd, inderdaad. Het is op het moment droog en hij loopt af. Vis, jongen. Jezus. Dat is wel die spiegel met jou aan de buik. Uiteindelijk die vis geschept. Wat een vis, man. Echt
Dat is niet normaal. Ik had nooit durven dromen. Gewoon dat ik in één sessie zoveel mooie vissen en gewichtige vissen zou vangen. En ja, dan met deze vis. Het is echt gewoon kerst op taart. Ja, zeg maar hoe je het wil noemen. Dit is, ja, ik kan het nog steeds half niet bevatten dat ik die vis heb mogen vangen. Ja, dan moet je kijken. Fucking 50er. Even handjes warmen en even snel kun je slapen nog. Dan gaan jullie hem helemaal zien. Van top tot teen. Ja, eindelijk hebben we die dikke spiegel hebben we op de foto gezet en op de film. Check dit. Om even de sessie mee af te sluiten. Echt bizar dit. Wat een sessie zeg. Niet normaal. We hebben echt alle weersomstandigheden gehad. Zonnetje, net als nu. Keiharde regen, echt urenlang. Natte sneeuw, natte kleren, bagger in de tent. Echt waterpak die volgelopen is, midden in de nacht. Ja, met een watertemperatuur van 5,5 à 6 graden is dat echt niet fijn. Maar ja, als je dan zulke vissen vangt, hoor je mij niet klagen. Bizar dit. De andere kant van de vis. Ja, echt een hele bijzondere vis, joh. Een hele dikke pens eronder. Een goede aanbeet ook. Een hele toffe drill gehad. Zonder al te veel problemen, gelukkig. Er zat nog heel veel weer hier. Talutjes, scherpe randjes, takken in het water, alles. Maar gelukkig zonder problemen kunnen landen. Wat een vis, joh. Een plaatje. Einde vriend zit erop. Ja, toen was het gewoon klaar. Mijn sessie was gewoon meer dan geslaagd. Ja, en ja, we hebben alle weersomstandigheden getrotseerd. Maar ja, goed, dat is wel echt weer, weet je wel, als je het opgeeft door naar huis te gaan, ga je die vissen niet vangen. En ja, wij hebben het niet opgegeven. Dus ja, dan is het echt loon naar werken. Uiteindelijk hebben we lekker alles opgeruimd en ja, dan wel half nat achter in de bus geknikkerd. Ja, en dan zijn we nu gewoon lekker onderweg naar huis weer. Ga ik lekker naar mijn vrouw en mijn twee kinderen. Dat is ook wel weer fijn. Na 4,5, 5 dagen. Dan mogen we morgen aan de arbeid. That's life. Hey, thanks voor het kijken allemaal. Echt heel tof dat jullie de moeite hebben genomen om mijn verhaal een beetje mee te gaan. Ja, vond je het tof? Ja, like de video even dan als je wil. En abonneer op ons YouTube kanaal. Want sessie 2 staat alweer gepland. Tot de volgende. Thanks man.